Jessica, ik bedoel, je bent hier geweest de eerste keer toen je die zaak aanswengelde, toen je voor de documentaire. Je hebt het jarenlang gevolgd, en ook op Facebook bijvoorbeeld. Ik zag je wanhoop, ik zag ook je vastberadenheid. En er komt vandaag het bericht eigenlijk, er komt een nieuwe hoorzitting. Ja, doodstraf is afgewend. Ja. Wat gebeurt er dan met jou? Ja, totale ontlading. Ik heb geschreeuwd, ik heb gehuild. Ik heb zijn familie natuurlijk aan de lijn gehad. Die belden ook allemaal tegelijk. Zijn telefoon ontplofte. Je wil iedereen te woord staan. Ze gingen bij mij checken of het wel klopte. Zijn advocaten belden. Dit is het best mogelijke nieuws wat voor nu haalbaar was. En het was iets wat ik niet had durven hopen. Ik had gehoopt dat ze het misschien 3 maanden zouden uitstellen. Dat was ook de motie die is ingediend. Van, op basis van het nieuw verkregen bewijs. Wat onomstotelijk David nu eindelijk als dader aantoont. Wat ik dus altijd al had gedacht. We hadden gehoopt dat hij 3 maanden dan zou krijgen. Dan krijg je weer tijd om nieuwe dingen voor te bereiden, nieuwe zittingen. En nu heeft de CCA, de Board of Paroles, heeft gezegd, dit rammelt zo. Die datum die halen we er nu helemaal af. We gaan eerst die jongens allemaal weer opnieuw horen. Dus Clinton en David in dit geval. Want jij hebt sinds 2013 heb je echt aan de poort gerammeld, letterlijk. Je bent er naartoe gegaan, je hebt hem gesproken regelmatig. Je hebt het ook bij de Texaanse pers aangeboden. Niemand was geïnteresseerd eigenlijk. Überhaupt niet geïnteresseerd. Nee. Laten we even kijken, want je bent voor Brandpunt ook naar hem toe gaan nog een keer om hem te interviewen. Vorige week nog. Toen was het nieuws nog niet bekend. Nee. Toen zei hij dit nog. Today when I was filling out my paperwork, so I had to fill out who's going to witness the execution and all that stuff like that. So then it was kind of like, I guess the whole process of like writing down what are people going to do with my body and who's going to witness my execution and, you know, my last will and testament basically, right? So that was kind of like surreal, I guess. It is. And I made some mistakes. I told the officer to tell the secretary, I said, look, you know, I apologize for the mistakes, but it just ain't natural for me to, you know, tell y'all what to do with killing me. It's just, you know, I mean, I just take it each day, right? I'm fighting as hard as I can, you know, and so I can't fight no more, you know what I'm saying? Dat was vorige week. Ja, vandaag is het afgelopen woensdag. Wat is doorslaggevend geweest, denk je, voor de beslissing dat er uiteindelijk een nieuwe hoorzitting komt? Natuurlijk, uiteindelijk de handschoenen waar we zo op aan hebben gedrongen, die zijn getest. Die tonen nu het kausaal verband aan tussen David, moordwapen, kogels in het hoofd van het slachtoffer. Clinton is 100% uitgesloten. Dus dat is, harder krijg je het niet. Interview met David Page heeft zwaar gewogen. De man waarvan jij zegt, die moet het wel gedaan hebben. Ja, ik heb zelf ook getuigd. En ik denk dat dat ook meetelt, want ik ben de enige getuige zonder strafblad of zonder motief. Of en waarom hebben ze jou opgeroepen? Omdat ik David heb gesproken. En omdat David een aantal dingen tegen mij heeft gezegd die in contrast staan met zijn verklaringen onder ede. Dus ik heb ook mijn materiaal afgestaan aan de rechtbank. Het ruwe materiaal, zodat ze precies kunnen zien hoe dat interview is gegaan. Dat het niet gemanipuleerd is, dat hij die dingen echt zegt. En dat op de stapel. En zijn advocaten hebben een overweldigende stapel aan nieuw bewijs gevonden. Hij heeft een nieuw team van advocaten sinds een paar jaar. Die hebben net als ik ook een hele rondgang door Texas gemaakt. Op juridisch vlak natuurlijk, iedereen gesproken. Die hebben zo'n pakket ingediend. Die hebben tegen de rechter gezegd, dit kan niet. Vandaag alles bij elkaar hebben ze gezegd, dat kan inderdaad niet. Het zijn dossiers vol met alleen de nieuwe andere bewijs is al A4'tje en nog langer dan dat. Dit is maar een klein voorbeeld van iets wat gewoon niet klopt. David Page, dat is de man die jij bezocht hebt. Ja. Het gaat om handschoenen. Daar staat geen DNA op van Clinton is veroordeeld. Mm-hmm. Jij spreekt hem over die handschoenen aan en dan zegt hij dit. How come that so many people say that you admitted the crime? How does that work? Well, it's a lie. And is it also a lie that you have said that they were not going to connect you to the murder because you were wearing gloves? But were you wearing gloves that night? I had bought some, yes. Why? Because it was cold. It was 11 degrees. Hmm? It was 11 degrees or 11 Celsius. It was cold. Dat is cruciaal, hè, dat jij het wist. Ja, en toen waren de uitslagen van die handschoenen nog niet eens bekend. En ik wist het. Maar dat was meer, je kan niet zo heel veel met je onderbuikgevoel natuurlijk. Voor mij was het ook een hoop common sense. Gewoon,
alle punten aan elkaar knopen. Ik dacht, dit moet het zijn. En het antwoord moet in die handschoenen liggen. En eerst ontkende hij ook dat hij die handschoenen had. Toen zei hij, ja, ik had wel handschoenen, maar daar heb ik mee getuineerd. En toen zei ik, nou, er zijn helemaal geen levende organismen op aangetroffen. Dus nou, toen had hij ze toch gekocht, die avond. Nou ja, en toen stapelde het zich natuurlijk op. En die handschoenen zijn nu getest. En er is geen woord Chinees aan.